Goedemorgen, het is 5 december. Ik kom net van school vandaan van Ivy en daar is Sinterklaas langs geweest met Pieten. En nu ga ik naar Drachten toe rijden om daar een stukje in te spreken, een voice-over te doen voor de bedrijfsfilm die is gemaakt afgelopen zondag. Dus ja, en daarna nog een aantal andere afspraken en ook een personal training les. En vanavond komt Sinterklaas hopelijk langs met een zak cadeautjes. Hier dan toch? Ja, zeker. Nou, we zijn in de studio. Ik ga mijn tekst. Het is een kleine intro tekst. En ziet er hartstikke leuk uit. Kijk eens, on air zijn we. En hier ga ik zitten zometeen. Nou, ik ga eventjes wat inspreken. Goedemorgen. Het is 6 december, een dag na Sinterklaas. En het was super geslaagd gisteren en heel erg gezellig. En het is vandaag een hele regenachtige dag. Dus niks aan. Maar het is wel druk vandaag, voor mij in ieder geval. Want ik ga straks naar de stad. Dan heb ik een afspraak met de eigenaar van Fit Society. Dat is de app waarmee ik straks ga werken. En via de Fit Society app kan iedereen zijn of haar les inboeken en abonnementen afsluiten. Dus heel belangrijk dat ik weet hoe de app werkt. Want ik wil natuurlijk heel veel leden erbij. En daarna ga ik weer terug naar het pand en, nou, de camera gaat een beetje heen en weer. En daarna ga ik terug naar het pand en dan ga ik daar druk aan de slag. Want vandaag gaan we proberen heel ver te komen. En ik hoop dat ik dan heel wat leuke beelden kan laten zien. Nou, het wordt een drukke dag. Doei! Hey, ik heb net piepschuim klein gemaakt en er zijn allemaal nog piepschuim gedeeltes op mijn kleding. Ik heb ook eigenlijk helemaal geen werkkleding aan, maar oké. Okay. De scheidingswand is geplaatst. Kijk eens. Heel cool. En de sportvloer, daar gaan we mee bezig. Dit is de sportvloer. Het is van heel dik rubber, granulaat rubber. Dus dat wordt de sportvloer. En ze zijn nu bezig met de bar. Dus ik ben heel benieuwd hoe die eruit gaat. Het was weer een drukke dag. En een deel van de bar is al gemaakt. Alleen we hebben problemen met de frontjes. Er zijn 4 stuk. En zo hebben we ze uit de verpakking gekregen. Dus het was eerst heel geregeld met hoe dat kwam. En nu worden er 4 nieuwe toegestuurd. En eerst zou het pas over een paar maanden komen. Dus ik had al helemaal stress van, oh nee, de opening. Maar het komt goed. Ze komen 10 december binnen. Dus dat komt helemaal goed. En nou moeten we nog de bar afwerken. Met een mooi blad en dergelijke. We zijn nu druk bezig met de plintjes. En wat hebben we nog meer gedaan? Heel veel een beetje opgeruimd. En waterleiding. En nou ja, genoeg dingetjes gedaan. Maar het wordt heel mooi. En gisteren heb ik iets zo cools binnengekregen. Ik heb hele leuke giveaways. En dat zijn deze. Sleutelhangers. Boxhandschoentje. Vet cool. En ik heb armpads met eigen logo. Helemaal van leer. Echt super vet. Hier kun je dus heel goed tegen aanslaan en schoppen. Dus dan kun je in tweetallen oefeningen uitvoeren. En ik ben hier zo blij mee. Nou, we zijn er klaar mee voor vandaag. Hoop werk verricht. Afspraak met Fit Society ging super goed. Dus dat wordt helemaal mooi. De wc-pot net op het laatste moment stuk gemaakt. Maar ja, we wilden toch nieuwe. Er zijn ook altijd wel tegenslagen bij een verbouwing. Maar het is niet anders. We zijn in ieder geval wel een stuk opgeschoten vandaag. Dat is een goed teken. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Ik ga snel naar de gymzaal een lesje geven en ik ga de nieuwe armpads gebruiken. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ik hoop dat, dat iedereen daar heel goed mee kan trainen. Dus ben benieuwd. Het was een hele zware les en de armpads die bevielen supergoed. Dus ik ben helemaal tevreden daarmee. Joehoe, ik ben bij de Bauhaus geweest en ik heb een nieuwe wc gekocht en verf. Want we gaan dit kamertje verven. En toch? Ja, eerst eventjes een beetje schoonmaken. Maar we gaan het helemaal mooi anthraciet verven. En er komt een nieuw keukenblokje in. En dat keukenblokje dat ziet er precies uit als de bar die daarvoor in de lounge komt. En het wordt gewoon heel gaaf, heel mooi. Maar het is nog wel eventjes wat te doen hier. Dus ik ga gauw verder. Even pauze. Ik heb koffie, schat. Kijk, we zijn druk bezig en het gaat best snel het verven en het ziet er ook al best heel mooi uit. Kijk eens. Heel mooi. De topper Sven, die kan dat wel hoor. Zekers. Ja.
Maar ik heb al wel 2 keer de verfbak laten vallen. Hier en daar. Dus dat gaat nog niet zo heel lekker, maar het zit erin. Hoi! Oké, de laatste update. Het blad van de bar is erop. En dit is de kleur van de frontjes. Nou, die zijn inmiddels alweer binnengekomen, want daar hadden we allemaal kapotte frontjes van ontvangen. En wat hebben we nog meer gedaan? Ja, er is een wand. Nu helemaal mooi afgestuukt. Kijk eens. Super gaaf. Dus de bar wordt dit weekend afgewerkt. Volgende keer als jullie kijken, ligt de vloer er waarschijnlijk al helemaal in. De bokzakken hangen er. En allemaal andere leuke dingen. Dus blijf kijken. Doei!